De weggetjes zijn doodeng, super smal, langs allemaal ravijnen. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken weer naar deze nieuwe vlog. Het is vrijdag, we zijn nog steeds in Gravedona en het waait en het regent en het is echt heel koud. Ik heb ook gewoon echt een trui aan en het is wel echt heel mooi. Je ziet het zo niet echt, maar goed, het lijkt of we aan de zee zitten. We hebben ons even klaargemaakt, we gaan even een boodschap dan maar doen, want... Verder is er vandaag niet heel veel te doen. Morgen wordt het wel heel goed weer. En dan gaan we wel naar Milaan. Daar heb ik echt heel veel zin in. Hou van Milaan. Dus nu spullen pakken. En dan gaan we weg. Even mijn tas gepakt. Wat ik vandaag aan heb. Deze trui van Fifth House. Spijkerbroek van Friends Connection. En mijn Geox pumps. En deze tas van Calvin Klein. Dan gaan we even rijden. En wat hebben we gehaald? Nou, gewoon melk. We hebben broodjes gehaald. Deze. 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 Koffie. Snoepjes. Snoepjes. Dat zijn eigenlijk zure lollies. Yoghurt. Nog kleine yoghurtjes voor Sarah. Deze en deze, dat is niet heel bijzonder. Knijpfruit voor Sarah. Meerdere. Framboosjes. En deze, die is echt heel lekker. Die smaakt naar de pasta's die ze hier in de restaurants hebben. We hebben net geluncht en echt het weer slaat hier zo om. Echt, ik zal het buiten laten zien. Ik heb zelf mijn jas aangetrokken, want het is echt heel koud. Het gaat helemaal los. Giet het onweert. Zo zie je het nu niet, maar ik kan het wel horen. Net zag je helemaal hier de flitsen door de lucht komen. Wat grappig, daar is het wel wat lichter. Daar is het helemaal betrokken. Dus we gaan maar even Rummy Cup spelen. Sarah en ik mogen even slapen. En even onze tijd van maken. Oh, is er een steentje uitgevallen? Oh, paniek. Paniek. Ik hoop dat het dadelijk, willen we buiten de deur eten, wel wat beter weer is. Want ik heb zo niet eens zin om naar de auto te lopen. Vooral de auto staat wel droog, maar we moeten er dan toch uit. En echt, nou, ik weet niet of je de flitsen ziet, maar het gaat helemaal los buiten. Kleine winnaar. Laat je bord maar zien. Vond je het leuk? Het was wel leuk, het onweerspelletjes. Onweerspelletjes, dat is een goeie. Ja, het klopt wel. Oh,
het dus 14. En ik heb gewonnen, want ik heb echt heel veel gehad. Ik dacht dat ik er 13 had. Ik heb er toch 29. Ja, je hebt hartstikke goed gespeeld. Ja. Heb ik gewonnen, dus ik mocht toch nog een spelletje winnen en het klaart buiten gewoon een klein beetje op. Het regent nog wel, maar de storm en het onweer is wel voorbij. Het is zoveel mooier nu weer buiten. Kijk, het is weer groen in plaats van allemaal wit en mistig. Ik heb even omgekleed, we gaan eten. Het is ook wat helder naar buiten. Dus even laten zien. Ik heb dit leuke pak aan, dat is van Envy. Ik heb daaronder een topje, dat is van Philippe K. Ik heb mijn pumps aan van Linea Zeta en met de bekertas. Op zoek naar een restaurantje zijn we dus eigenlijk verkeerd gereden, helemaal de berg op. Maar we hebben hier een uitzicht. En geluk bij ongeluk, want het is zo verschrikkelijk mooi hier. De wegjes zijn doodeng, super smal. Langs allemaal ravijnen. Wel hekken er langs, maar volgens mij als je er tegenaan zit vallen die er ook af. Maar het is wel gaaf. We hebben zo'n verschrikkelijk leuk restaurantje gevonden. En een uitzicht ook hier. Dus eten is er. Ik heb spaghetti carbonara. Marco heeft een pizza met zeevruchten. Maar echt. Ik vind pinkvisjes. En een heel mooi blok. Bolognese. En een ja, mooi blok. Ja, het is net een bootje. Ja, dat is mooi uitzicht. Een beetje herrie van de ouders. We zijn nog een stukje gereden en we gaan hier even een schepijsje halen. Want dat vonden we lekkerder dan de toetjes daar. Al was het eten zo goed. Het was echt geweldig eten. Wat zeg je dan? Niet zo spannend. Het is echt koud, dus we zijn in de auto zitten, maar echt zo lekker uit. Het is wel weer laat, wij gaan lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en natuurlijk een duimpje achter te laten. En tot morgen. Doei!